Oh, hallo. Oké, die vrouw had dit even niet zien aankomen. Opeens staat die man echt zo erachter van... Hallo. Zo van wanneer je echt heel graag bekend wil worden. Hey, jij. Laten we een deal maken. Als ik 450.000 abonnees haal voor 1 januari... dan verf ik mijn haar in de kleur die jullie willen. Dus laten we 441.000 abonnees halen. Oké, we gaan vandaag kijken naar tv-momenten. Schokkende tv-momenten. Oh shit! Oké. Nou ja, dit is gelijk de allereerste schokkende tv-moment. En als jij geen idee had wat hier zojuist gebeurde... Iemand wou een vraag stellen aan Cristiano Ronaldo, maar hij had er niet echt zin in. En Cristiano Ronaldo gooit gewoon die microfoon in het water. What the fuck? Ja, dat zijn zeker al schokkende tv-momenten. En dames en heren, wees niet getreurd, want we hebben nog veel meer schokkende tv-momenten voor jullie. Laten we gelijk doorgaan naar de volgende video. Oké, we gaan kijken naar de volgende video. Ze juicht en... Yo. Oh, ze kan er wel om lachen. Oké, gelukkig. Oké, ik weet niet of je het goed zag, maar die deksel van de trofee, die viel er vanaf. Dat is best ongemakkelijk als je net een competitie hebt gewonnen. Ja, maar ze kan er zo te zien wel om lachen. Oké, laten we doorgaan naar de volgende. Wat gaat hier gebeuren? Oké. Oh. Ja, dat. Ja, oké, deze was niet zo schokkend of ongemakkelijk, maar ze viste best wel lang naar dat kusje. Ja, dat zeker. Wat? Ze moest gewoon zo hard lachen dat ze gewoon... What the fuck? Ze moest zo hard lachen dat ze gewoon van de stoel afflikkerde. Schijnbaar werd een of ander grapje verteld en... ze moest zo hard lachen dat ze gewoon van de stoel, zoals je zag, eraf flikkerde. What the fuck. Oké, we gaan gelijk door naar de volgende. En we zien hier de pastoor. En wat er gaat gebeuren, ik heb geen idee. Deze... Oh, wat? Oh, dan moet je... Die vrouw laat ook gewoon niet los, hè? Die vrouw laat ook gewoon niet los. Deze man is heilig, bro. Deze man is heilig. Zeg maar, er zijn veel mensen waar ik, zeg maar, hand van zou durven vast te pakken. Maar van de pastoor? Nou, dat lijkt me niet het beste idee. En deze vrouw, die heeft gewoon scheid en houdt toch gewoon stevig vast. En laat ook gewoon niet los. Oké, deze mevrouw heeft blijkbaar een prijs gewonnen. En ze is helemaal vrolijk en blij. En helemaal aan het juichen. En Oké, ze was iets te enthousiast. Ze gooit gewoon die presentator om. Maar ja, die presentator kan er gelukkig wel weer om lachen. Dat is mooi. Dat is gelukkig. Maar ja, als iets gebeurt op tv, dan is het live. Deze man die kust een dame en die ziet dus nu opeens dat hij op tv was. En ik denk dat dit zijn scharrel is ofzo. En dat hij denkt van, kut, ik ben exposed. Mijn vrouw gaat zien dat ik vreemd ben gegaan. In ieder geval, zijn reactie die beschrijft dat wel zeker. Hij doet gelijk de hand weg en hij zit echt van... Ah, fucked up. Oké, het nieuwsreport. Oh, hallo. Oké, die vrouw had dit even niet zien aankomen. Opeens staat die man echt zo erachter van... Hallo. Zo van wanneer je echt heel graag bekend wil worden. Dan moet je gewoon deze tactiek dus toepassen. Ja, dat werkt blijkbaar. Hij is nu wel op tv geweest. Hé, applausje daarvoor. Lekker dansen. Oké, dit is dus de Steve Harvey show. En deze vrouw, die gaat gewoon letterlijk twerken tijdens een talkshow. Iedereen zit er ook gewoon zittend bij. En deze vrouw gaat gewoon... What the fuck? Hé, ik denk dat deze vrouw ook een beetje last heeft van corona. Ze is al zo lang niet meer uit geweest dat ze denkt... Ik ga maar gewoon bij een of andere talkshow twerken. Dat is een beetje ongemakkelijk. Oh, ik ken deze video al, dames en heren. Ik ken deze video al. Deze is wel echt hilarisch. Kijk maar. Poem. Ja, ik kende deze al. Dit is een nieuwsreporter en die wou een slee uittesten. En letterlijk, ja, ze ging tegen die grote sneeuwbal. Ik vond het wel hilarisch. Ik had hem al een keer gezien, maar ja, boeien. Oh, deze heb ik ook al een keer gezien. Oh, ja. Gewoon letterlijk, wanneer val je nou van je fiets af? De kans dat je van je fiets af flikkert is zo klein. Zeg maar, ik ben echt denk ik 4 keer van mijn fiets of zo afgeflikkerd in de afgelopen 10 jaar. En ik heb best wel wat gefietst. Maar dan flikker je precies op het moment dat je zeg maar achter een nieuwsreporter rijdt. En dan ziet heel de tv het gewoon hoe je op je bek gaat. Op live tv. Dus het kan er ook gewoon niet meer uitgeknipt worden. Dat is echt heel erg kut. Oké, deze heb ik nog niet gezien. Huh? Wat gebeurde er? Ik heb geen idee wat hier gebeurde. Wat? Oh, wat? De tand viel eruit. De
tand viel eruit. Stel je voor, je bent op tv gewoon een beetje leuk aan het doen en opeens valt een van je tanden eruit. Hoe kan dat dan weer? Nou ja, bij deze vrouw gebeurde het. Letterlijk, als je goed kijkt, haar tand valt er gewoon uit. Kijk maar. Gewoon een... What the fuck? Wat? San Diego boat show coming up. Oké, okay, deze man, die gaat keihard vallen ofzo. Oh, oh, oh. En deze nieuwsreporters liggen ook helemaal in hun deuk. En dat is logisch, dat is logisch. Deze gast wil een of andere zieke truc doen voor op tv. Fox 5, een van de grootste zenders in Amerika. Hij zit ook zo heel vrolijk. It starts now. En hij gaat dan keihard op zijn bek. Kijk, dit was eigenlijk de bedoeling. Oh shit, we hebben hier wat zangers in de talkshow. Kijk ze lekker dansen. Oh, oh, oh. Oh, die mat. Oh, oh ja, daar kunnen ze gewoon echt niks aan doen. Dat is gewoon echt kut. Wacht nog een keer, het was wel grappig. En dan gaan ze. 3, 2, 1, hoppa! En die meest rechter guy met dat hoedje op, die denkt, heb ik even geluk dat ik niet op dat matje stond? Lucky bastard dat hij ook is. Tennissen. Oeh, oké. Die vrouw deed dus een service en ging keihard tegen de teamgenoot. Maar het gebeurde dus niet één keer, maar twee keer blijkbaar. Dit is twee keer in één wedstrijd. Schiet ze keihard die bal op een... Hier, die gast doet ook zo'n twee, want de tweede keer is dit. Die gozer denkt ook echt zo van, ik ga nooit meer met jou tennissen. Dat moet ook echt ongelooflijk veel pijn doen. Oké, wat is dit dan weer? Dit is een honkbalwedstrijd en die honkbalknuppel is kapot. Oké. Die zag ik zo niet aankomen. What the fuck? Die zag ik echt gewoon niet aankomen. Oké. Het was niet eens zo grappig, maar hij was zo onverwacht. Hij kijkt zo naar die honkbalknuppel. Ik denk, er is iets mis met die honkbalknuppel. Maar blijkbaar was dat niet het geval. Blijkbaar was het gewoon omdat hij flikkerde van de trap. Oh, die zag ik niet aankomen. Mooi, mooi. Wat gaat hier nou weer gebeuren? Deze mannen krijgen ruzie op live tv. Oh mijn god. Oh nee, oh alles gaat kapot, heel die tafel uit elkaar. Oh shit, ze stoppen ook gewoon niet, hè? Ze gaan gewoon door. Hij gaat zelfs schoppen, what the fuck. En er komen gewoon what the fuck. Dat was zeg maar echt zo'n typisch tv die je aanzet als je zeg maar op vakantie bent. Dan zet je zeg maar de tv aan en dan gebeurt er zeg maar opeens dit op tv. Dat is echt zo'n typische vakantie tv dit. Ja, ik weet niet waarom ik daar aan denk. Maar dit zal je nooit zien op Nederlandse tv. Deze kwaliteit is daar ook veel te slecht voor. In ieder geval, dit waren zeg maar tv momenten die gewoon echt hilarisch zijn eigenlijk. Vond je dit nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Denk je nou, oh wat jammer dat deze video voorbij is. Wees niet getreurd. Ik upload 3 keer per dag in de hele kerstvakantie. Ja, je hoort het goed. 3 keer per dag. Dus, hier zijn 4 andere leuke video's. Ga die zeker even kijken en dan zie ik je daar. Mijn naam is Mick en ik zeg Mick out.